Ja, 13 jaar geleden bent u geweest op de Bilderberg-conferentie. Wilt u daar eens wat meer over vertellen? God, dat is, was dat 13 jaar geleden? Dat is 1999. Nou ja, dat was gewoon een conferentie zoals er zoveel waren. Eigenlijk niet heel veel bijzonders, moet ik zeggen. Behalve misschien de mensen die er aanwezig waren, die van allemaal van hoog allooi waren. Ik geloof dat ik, dat is de enige keer dat ik iets met Henry Kissinger besproken heb. Maar het is heel precies staat me dat ook niet meer bij hoor. U weet ook niet meer precies wat u met Henry Kissinger heeft besproken. Ja, dat ging over de oorlog in Joegoslavië, geloof ik, waar hij opvatting over had en waar ik bij stond dat hij... Misschien is besproken wel een te groot woord. Ik heb hem aangehoord en ik heb zelf niet zoveel opvattingen over, had ik in die tijd vanuit mijn functie, voor een opvattingen over de oorlog in Joegoslavië. En dan, heel veel mensen weten niet dat er een Bilderberg-conferentie überhaupt bestaat. Ze weten ook niet dat daar bijvoorbeeld hoge politici naartoe gaan. Ook top-CEO's van bijvoorbeeld banken en van Shell, Unilever. En nu bent u daar geweest als iemand van de vakbond. Hoe kunt u dat rijmen met mensen die kiezen voor een politieke partij en die dan eigenlijk niet weten wat er vervolgens gebeurt? Dus er wordt geen transparantie over gegeven, wordt geen duidelijkheid over gegeven wat daar nu precies gebeurt. Nou, u weet in ieder geval dat ik er 13 jaar geleden geweest ben. Dus dat is al een vorm van transparantie. Kijk, als vakbondenbestuurder ben je natuurlijk voortdurend in contact met CEO's en met politici. En in die zin was dat niet afwijkend dat je ook daar je inbreng levert en ook luistert naar wat je daar doet. Want als je niet met werkgevers kan praten als vakbondsbestuurder, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Mag dat dan ook transparant? Want dat gebeurt meestal niet. Ja, ik heb daar verder, ik heb daar verder geen problemen mee hoor. Maar als anderen zeggen, wij willen in een besloten setting is met de benen op tafel wat dingen bespreken, moet dat natuurlijk ook kunnen. Ja, dat besloten, dat is interessant. Want wij hebben toevallig gelezen dat bepaalde europarlementariërs, dat die hun declaraties netjes inleverden, als het over Bilderberg gaat. Terwijl ik had het idee dat het op persoonlijke titel ging. Kunt u daar nou eens een licht over laten schijnen? U bent er geweest. Nou, ik heb niet de declaraties gecontroleerd van de aanwezigen hoor. Maar misschien wel die van u toch? Of heeft u die ook ergens ingeleverd dan? Ik heb mijn declaraties, ik heb helemaal geen declaraties ingeleverd. Ik ben... het is 13 jaar geleden, dus ik weet ook niet meer precies zelfs wat het gekost zou hebben. Maar ik neem aan dat we dat keurig zelf betaald hebben als FNV. Ja, want u was daar dan voor de FNV? Ik was daar als FNV-voorzitter, ja. Ook als je verder kijkt, waarom, u bent er altijd vrij open in geweest. Waarvoor doet iedereen daar nou zo geheimzinnig over dat hele Bilderberg? Wat is nou het probleem? Nou, het probleem is dat je, als je met elkaar informeel van gedachten wil wisselen, dat je dat dan, als je weet dat alles aan de grote klok wordt gehangen, dat dan misschien mensen wel andere dingen gaan zeggen of dingen niet zeggen. Dus dan gaat de vertrouwelijkheid eraf. Ik neem aan dat dat het probleem is. Had u zelf vanuit uw achtergrond, hè, van de arbeidersemancipatie, FNV, PvdA, niet het idee van ik moet het nu echt actief ook naar buiten gaan brengen, wat daar besproken is? Want ja, informeren is toch ook eigenlijk emanciperen? Ja, maar ik vind vertrouwelijke gesprekken, daar is op zichzelf niks slechts mee. Ik heb heel veel onderhandelingen gedaan, ook met ministers, waarvan je in eerste instantie eens bij elkaar peilt hoe ze erin staan. En dat ga je niet aan de grote klok hangen, want dat benadert het onderhandelingsproces. Dan doe je niet een goede belangenbehartiging. Dus zoiets, vertrouwelijke gesprekken zijn mij niet vreemd hoor. Dus die heb ik ook wel gevoerd en die hang je niet aan de grote klok. Misschien 13 jaar later dat je eens tegen elkaar kan zeggen van, nou het ging hier of daar over. Nou, vertel. Ja, nou. Daar ben ik serieus echt wel benieuwd naar, want u weet net zo goed als ik. Men doet er echt heel geheimzinnig over. En het is logisch dat je in vertrouwen wat zegt. Maar het is toch ook wel logisch dat je op een gegeven moment zegt van, ja jongens, dit zijn de onderwerpen die de revue gepasseerd zijn. Zo gaan we een beetje met elkaar om. Ja, nou, u moet mij niet kwalijk nemen dat ik na 13 jaar niet meer weet welke onderwerpen er nou precies gepasseerd zijn. Nou, misschien de effecten, kunnen we die nog terugzien? Want u bent daar geweest, sociaal-economische effecten stonden. U heeft niet zoiets van, we hebben daar gezeten en het is nu duidelijk wat we daar toen besloten hebben. Dat heeft effect gehad. Daarvoor waren we daar. Volgens mij is er helemaal niets besloten. Dit lijkt me wel een goed moment. Ik ga echt niet zonder afscheid van jou te nemen. Anders moet je niet ook. Nog één vraag.
Ja, en bedankt voor jullie. Graag gedaan. Het kost 12. Tot ziens. Ja, mijn laatste vraag. U zegt ook dat er worden vooral dingen besproken, maar niet zo besloten. Is het ook niet zo dat daar toch een bepaalde agenda weer van bovenaf wordt doorgegeven? Dat vermoeden ook een aantal mensen. Nou, dat vermoeden heb ik niet.